nog een feestje maken, Romee? Precies, al maak ik me toch een beetje zorgen, Alicia. Hoe komen ze zo opeens verdwenen zijn? Het is nog wel een bruiloft. Ach, ze komen pas wel weer boven water. Laten we ondertussen genieten van deze mooie avond. Ja toch? Maar eerst een make-up check! Vlug, er komen leuke jongens aan. Alicia, wat doe je? Oh, sorry. Ik bekeek mezelf in de spiegel en opeens denk ik... Tjonge, wat zie ik er goed uit, zeg. Vlug, daar komen de jongens aan. Kijk eens aan. Daar heb je meiden van de familie Pokkenpot. Zie hier de jongens van de familie Bol. Alicia, wat doe je? Je zei dat er leuke jongens aankwamen. Ik bedoelde deze jongens. Oh. Dit is Julian en dit is zijn neef Ricardo. En wie ben jij? En waarom ben je zo arrogant? Dit is mijn neef Alicia. Zegt oké hoor. Kijk, dat glit hier. Die ketting en die fonkelen doorbellen. Always trust me, impress. Ik hou van alles wat glimt en blinkt. Dat kan ik zien. Je lijkt een ekster. Een ekster? Let maar niet op mijn neefje. Wat is er mis met een beetje bling-bling? Nou, het is een beetje ekstering. Nee, jullie zien er lekker uit, jullie pinguïnpakkies. Pinguïnpakkies? Dit zijn echte maagpakken, hoor. Ja, met deze pakken zijn super stoer. En wat? We hebben echt uitgepakt met onze outfits. Precies, kijk, we dragen zelfs echte kakschoenen. Het zijn lakschoenen. Vind je? Ik vind ze kak. Jullie kunnen er gewoon niet omheen dat wij de beste kleding ons zijn van dit hele feest. Ook de bruiloft Nana, die er dus niet is, dus die telt niet mee. Dus het is zo. Prima, maar wij zien er vanavond ook geweldig uit. Geef maar toe. In mijn geval kun je zelfs zeggen, oogverbindend. Ik heb een idee. Laten we een wedstrijd doen. Wie de beste entree maakt op de rode loper. Dan kan iedereen op het feest beoordelen wie de show steelt. De jongens of de meiden? Prima! Wil je dat wij je wegblazen? Het klinkt als een uitdaging, Bol. Dat klinkt als een makkie, Bol. Challenge accepted! Thank you.
het. Drink je toch geen koffie? Koffie, Vivier. Wat voor muziek luister je op je koptelefoon, meisje? Rust, geef een liedje van mijn favoriete band. Mag ik ook eens luisteren? Zet hem maar flink hard, want ik hoor niet zo goed meer. Dag moeder, ik zie dat u een nieuw hondje bent genomen. Ja, het is zo'n lief beestje. Barend, mag ik even je mobieltje nemen? Alleen tv-programma's kunnen niet meer met wifi, hè? Zonder wifi ben ik zo door mijn datalimiet heen. Maak je maar geen zorgen, ik kijk nooit tv zonder wifi. Yeah.
haar niet gaan. Ik ga haar vragen om met mij te dansen. Ga je haar vragen om met jou te dansen? Durf je dat? Ik heb het nog nooit eerder gedaan, dus ik denk dat ik het al kan. Hoe ga je dat aanpakken dan? Ik geef haar eerst een complimentje en daarna vraag ik het gewoon. Bij Ricardo, weet je nog, kan je zeggen dat je heel mooi uitziet. Weet ik. Ik noem je net een ekster, maar was een geintje hoor. Oh, maar waarom doe je opeens wel aardig tegen mij? Je bent en blijft je eentje van mijn familie Bos, toch? Maakt dat uit? Ik wil je alleen een complimentje geven. Alicia, die ziet er ook mooi uit vandaag. Wat zeg je daar? Wie ziet er mooi uit vandaag? Vandaag? Wat bedoel je precies met vandaag? Ha, die was mis. Wie die? Hé, Watte? Ik probeer Ricardo in zijn gezicht te slaan. Waar blijft het geluidseffect? Oh, sorry. Ik was even ingedrukt. Komt-ie. 1, 2, 3. Zo, die kaart aan. Ja, ook dan, Mimi. Je had geluk, vriend. Zo, veel meer opties. Zoals? Nou, bijvoorbeeld deze. Of de meest effectieve van allemaal. Auw! Maar die is echt onder de gordel. Thank you.
liefde stad. Keer op keer aan jullie gaan de duizend. Echte liefde.